Een frisse start vandaag om 12 uur bij de 7e editie van de Slag om Norg. Net voor de koers nog een flinke regenbui en maar 17 graden op de thermometer. 190 kilometer fietsen, zo luidt de opdracht. En in de eerste 100 kilometer rijden we vanuit Norg eerst richting Hooghalen, het meest zuidelijke puntje van de koers. En dan een grote lus naar het noorden met Rode Wolde als meestelijk noordelijk puntje van de koers. En als we dan weer terug zijn in Norg, dan gaan we echt zien waarom deze koers de Slag om Norg heet. Dan begint het onverharde deel. En na 15 kilometer zien we al twee koplopers. Eduardo Affini, de Italiaan van SEC Racing. En Rick van Breda van Monkey Town. Het zijn de ploegen die de wedstrijd vandaag ook kleur gaven. En na dik 30 kilometer koers krijgen de twee koplopers gezelschap van nog eens vier mannen. En bij de spoorweg zijn de zes koplopers bij elkaar. En hebben ze al 1 minuut voorsprong op het peloton. En dat moet dan ook nog eens wachten voor de spoorwegovergang. En de achterstand van het peloton loopt op tot 4 minuut 40. De jury trekt dat dan weer recht. Het peloton en de koplopers worden staande gehouden. En zo wordt de orde weer hersteld. En dus hebben de koplopers weer 1 minuutje voorsprong. Maar we zien ook dat er uitbreiding is van voren. Ook Brandon Rim, de Amerikaan, sluit aan. En zo hebben we 7 man aan de leiding. En in die kopgroep Jan-Willem van Schip. Ook een goede baanrenner. Won 2 keer zilver op het wereldkampioenschap baanwielrennen. En hij won in 2017 de Ronde van Drenthe. U kent hem misschien wel van het interview na afloop. Prachtige teksten heeft deze man. En de 7 koplopers maken vaart en bouwen een voorsprong op van maximaal 3 minuten en 45 seconden. Daarachter, na 90 kilometer koers, 2 ploeggenoten van Leopard. De ploeg uit Luxemburg heeft de slag gemist. We zien Jens Reinders, de Belg, en dit is Pit Schlechter uit Luxemburg. En hier zien we nog een andere Reinders, Elma Reinders uit Assen. Net terug uit de Ronde van Denemarken. En hij stopt hier het peloton af voor zijn ploeggenoot Jan-Willem van Schip, die in de kopgroep rijdt. Terwijl Reinders zo graag wil in deze Slag om Norg. En hier zijn die 7 koplopers. In het oranje dus van Schip. En we zien 2 mannen van SEC Racing, Kooistra en Affini. Zij hebben een overtal situatie. En dan zorgen rondom van Schip. Hij is net gevallen, maar krabbelt ook heel snel weer op. En we zien hem hier gewoon weer aansluiten bij de koplopers. We zijn in Peest en dit is het peloton. Althans, wat er van over is. Het is weer 1 groot slagveld zoals altijd. Veel lekke banden, veel valpartijen. Hier zien we Tijmen Eysing. En Pit Schlechter gaat onderuit, de Luxemburger die net nog in de aanval was. Maar net zo makkelijk sluit ook hij weer aan. En dat geldt ook voor Luc Buchter. Alleen hij zat in de kopgroep, net als van Schip. Maar ook hij weet de aansluiting weer te vinden. En dan gaan we hier over het erf van boer Tonkens uit Westervelde. Een prachtige locatie voor dit parcours. En waar kan dat anders dan in de Slag om Norg? Ook het peloton moet over dat beroemde erf. In totaal 17 ploegen aan de start vandaag. Op het laatste moment nog een afzegging van Corendon Circus. De ploeg van de kerstverse Nederlands kampioen op de weg Mathieu van der Poel. En ook onze eigen Jens Dekker rijdt daarvoor. En vorig jaar leverde zij met Gianni Vermeers nog de winnaar. In totaal 115 renners vandaag aan het vertrek. En die 7 koplopers werken goed samen. Zouden ze het dan gewoon gaan halen met z'n 7e? Dat zou toch wel heel bijzonder zijn. De Italiaan Affini, hij is vluchter van het eerste uur. Na 15 kilometer vertrokken hij. Zijn ploeggenoot Kooistra sloot later aan. Rick van Breda, ook van het eerste uur. Dit is van Schip. Luc Buchter, de Amerikaan Carpenter en zijn landgenoot Brandon Rim. En dit gebeurt dan daarachter. Marijn van den Berg in het wit van Delta Cycling. In het blauw zien we Ivar Slik van Monkey Town en Kees Bol van SEC Racing. Deze 3 mannen zetten de achtervolging in op de 7 koplopers. Ze hebben nog een gat van ruim 2,5 minuten overbruggen. En uiteindelijk zullen ze het niet gaan redden en blijven deze mannen uit de greep van de achtervolgers. Maar we zien wel dat de Italiaan het moeilijk heeft. De man die het initiatief nam tot de kopgroep, Affini. Hier is hij. Hij moet eraf. Hij kan het tempo niet meer volgen, maar heeft nog wel altijd Maarten Kooistra van voren van SEC Racing. En dus houden we 6 man over aan de kop van de wedstrijd. En die hebben ook aardig te maken met een stevig windje. Carpenter, de Amerikaan, hij leidt de dans hier. En het peloton is verslagen. De 6 mannen mogen gaan uitmaken wie de koers gaat winnen. En we zien een breukje in die kopgroep. En van voren zien we dan van Schip en de Amerikaan Carpenter. En wie is dan de sterkste van Schip? Dus die sterke baanwielrenner, 23 jaar oud. De Amerikaan inmiddels 26. Hij komt uit Philadelphia.
En dan gaan de mannen sprinten in de straten van Norg. En dan zien we dat Jan Willem van Schip na de Ronde van Drenthe ook de Slag om Norg wint. Dit is Rick van Breda. Na 15 kilometer was hij al weg. Hij wordt derde. En ondanks dat Roompot niet de sterkste ploeg was vandaag, winnen ze toch. Oh, daar de trainen, jongen. Goddorre. Ja, ik zat een beetje te klojo in het begin. Toen zei Reinders door het oortje, oh, kom eens van voren koersen. Dus toen ging ik naar voren en toen was ik eindelijk van voren. Toen dacht ik, nou, ik demareer gewoon voor de lol. Maar toen kreeg ik Buchter en Kooistra mee. Ik dacht, ja, dat zijn mijn maten, daar moeten we mee door, weet je wel. Dus ja, toen zaten we in die kopgroep. En ja, het draaide lekker. Maar hoe kan het dat bij zo'n koers zo'n kopgroep wegblijft? Dat gebeurt hier bijna nooit. Geheim van de Smit, hè. Hoe was het onderweg? Want je hebt ook een bloedend knietje. Je viel weg uit die kopgroep, want je kwam te vallen. Ja, klopt. Ik weet niet wat het was. Die bocht na het eerste strookje rechts-links. En ja, het lag gewoon wat grind en ik gleed gewoon op mijn bek. Hoe lagen die stroken erbij vandaag? Ja, zwaar. Heel zwaar. Vooral die, zeg maar, de tweede van het rondje was echt heel zwaar. Hobbels? Ja, dat valt nog wel mee. Maar ja, met de wind, spittig. Wat zegt het jou, Slag om Norg winnen? Ja, hier heb ik het voor gedaan. Ik heb even rust genomen en heel hard getraind. En ja, dit heb ik gewoon rood omcirkeld. En ja, het is wel gaaf. Ik heb 100 miljard uur met Taco van der Hoorn, mijn huisgenoten, in Wageningen of rood lopen rijden. En ja, dat betaalt zich gewoon uit. Ja, die absolute finale met Carpenter, wat dacht je? Ja, ik dacht, die gast reed hard, man. Ik moest echt bijna lossen, maar ik denk, ik bluf gewoon en ik blijf gewoon in zijn wiel zitten. En met sprint had ik gewoon een mooi plannetje gemaakt en toen heb ik hem geklopt.